Wat zijn de voordelen van de VR-bril? Voor ons was het gevalideerde stukje. Het meetinstrument is gevalideerd. Het is objectief en het is reproduceerbaar. Dus je kan, als je iemand in een stoel zet, het zijn meestal dezelfde stoelen en die grades die veranderen niet heel veel. Sowieso, vanaf dat je de meting gaat doen, maakt hij een nulpunt. Stel dat iemand al een beetje een scheef, hij centraliseert hem eerst en vandaar ga je je bewegingen meten. Tijdens de behandeling is de range of motion, omdat je die iedere keer aan het begin van je behandeling doet, is die persoonlijk. Dus een goede dag de vorige keer heeft geen gevolgen voor een slechte dag de keer daarna. Dat is iedere keer aangepast, zodat de patiënt op die dag op zijn eigen range of motion aan het oefenen is. Meerdere behandelgrootheden in te stellen. Kiki liet het ook al zien. Je kan ze wat sneller laten gaan, wat meer naar links, wat meer naar rechts. Je kan daar een beetje mee spelen. Dus zelfs als ze aan het spelen zijn, kan je toch nog een beetje manipuleren. Dat voelt de patiënt niet, die ziet dat niet. Maar ondertussen kan je dus wel als therapeut je invloed hebben op wat er gebeurt in de virtuele wereld van de patiënt. Dit is eigenlijk een hele makkelijke manier, wat je normaal, denk ik, als therapeut altijd doet. Je geeft een oefening en je gaat het een beetje aanpassen, een beetje manipuleren. De bewegingsangst, daar merken wij toch ook wel. Mensen zijn met een spelletje bezig en niet meer aan het oefenen. Voor sommigen, ik heb één keer een opmerking gehad van ja, het is wel een beetje kinderachtig, die spelletjes. Ik zei ja, maar dat moet ook wel, want die graphics die je anders ziet is veel te veel informatie. Dus het zijn relatief eenvoudige spelletjes die dus ook niet heel veel impulsen geven. En waardoor mensen net genoeg in hun virtuele wereld eigenlijk de angsten een beetje loslaten en daardoor beter gaan bewegen. En dat is, daar heb ik nog niet met andere toestellen gezien die dat voor elkaar krijgen. En dan leuk. De meesten vinden het gewoon leuk om een spelletje te doen en vinden het minder leuk om met een laser op een bord iets te volgen. Als je dan iets kan volgen, een bijtje of en met wat geluidjes erbij, dan maakt het gewoon een stuk leuker als wanneer jij maar heel droog allerlei oefeningetjes mee in je nek moet doen. Er was er laatst eentje die had eigenlijk de vraag van aan het eind van het traject proberen wat meer richting functionele oefeningen te gaan, waarbij die VR-bril weer wat op de achtergrond komt. Die had eigenlijk gevraagd van waarom mocht ik die VR-bril niet blijven doen? Nou was dat voor ons het functionele oefenen, maar het gaf mij wel aan dat ze het echt wel leuk vinden. Dat het echt wel iets is waar ze, ik wil niet zeggen naar uitkijken, maar waar ze zeker geen angst van hebben. Wat dat betreft hebben wij maar twee keer een patiënt gehad die zei ik wil dat niet. Eentje die er inderdaad duizelig van werd. Ja, als ze duizelig worden, dan gaan we het niet gebruiken. En eentje die er überhaupt niet aan durfde te beginnen. En ja, als ik ze niet genoeg overtuigd krijg om één keertje dat op te zetten, ja, dan stopt het ook. Maar ja, op die 655 behandelingen twee keer dat dan niet is gebeurd, ja, dan vind ik het toch wel een aardig succes. Dus ik hoor vaker dat ze het wel willen doen, dan dat ze zeggen van, dat is niet voor mij. Wat zijn dan de toekomstplannen? Kiki heeft het al laten zien dat er sensoren zijn. Toevallig hadden wij die via een ander systeem al liggen. Alleen dat helemaal toepassen en integreren, dat is nog niet gelukt. Daarbij ging het dan van, of onze idee was ten eerste voor de rugrevalidatie, rombalans. Er zit een spelletje waarbij romp en nek gecombineerd wordt. Er zijn er een hoop die last van de nek hebben, nekrevalidatie doen, die ook last van de rug hebben. Dus daarin zou dat een mooie link zijn om iedereen en rug en nek prikkels te geven. Maar daar moeten we nog aan werken en het is vrij druk bij ons op de afdeling. Dus dat is nog niet zo makkelijk om dat eventjes uit te pluizen. En dan de toepassing naar bijvoorbeeld inderdaad de knie of het onderste lidmaat, om daarin ook die VR-bril meer te gaan toepassen, waarbij inderdaad het strekken van de knie een spelletje wordt en leuk wordt en wat meer dynamiek gaat geven als alleen maar ik moet hem 10 keer strekken en dan is het weer goed. Dat zijn toekomstplannen, daar wordt aan gewerkt.
Maar ja, dat is wel iets waar wij toch echt wel zeker mee bezig zijn om dat verder te gaan uitbouwen. En daar hopen we met Kiki, en daar heb ik alle vertrouwen in, dat we daarmee kunnen sparren en zien dat dat lukt. Dus, Hoe vond u de workshop vandaag? Ik vond het heel interessant, leuk om een keer de verschillende spelletjes te zien. Aanvankelijk dacht ik dat de bewegingen heel beperkt gingen zijn, maar ik ben toch blij verrast dat het eigenlijk echt wel tot het uiterste gaat. Heel aangenaam. De ervaring was vrij positief. Je ziet natuurlijk ook dat het startende zijn en dat er hier en daar nog dingen zijn dat kunnen verbeterd worden, maar ik vind dat dat al verder staat dan ik dacht. Dus het is zeker een aangename verrassing geweest. Als u één ding van Corpus Show moet benoemen wat u het meest interessant vindt, wat zou dat zijn? De testing, de objectieve metingen. Dat is heel, heel aangenaam dat je dat in iedere behandelingssessie zou kunnen doen. Ja. Ja. Ik vond de beeldkwaliteit toch wel beter als gedacht. En ook de oefeningen. Het is wel al aangepast aan de therapeut, zodat je kan kiezen van ik wil de range of motion verminderen of vergroten. En dat zijn wel handige functies dat er zijn bijgekomen voor die oefeningen te doen. Ja. En vanuit de patiënt, denkt u dat het ook een fijne manier van behandelen gaat worden? Ik denk het wel. Ik denk niet dat het helemaal de behandeling zal vervangen, maar dat het er een aanvullend effect zal hebben of een significant verschil kan maken door de patiënt meer te motiveren. Ja. Het is ook een spelletje. Ja. Dus u blijft het nog een beetje in de gaten houden? Ik blijf het in de gaten houden. Ja, helemaal goed. En dan een hele fijne dag. Voor u ook.